Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een strafeis van 8 maanden voorwaardelijke straf met een proeftijd van 3 jaar geëist. In de strafzaak waarbij journalist Jason Pinas vorig jaar mishandeld is door veiligheidsmannen van vicepresident Ronnie Brunswijk. Advocaat Erwin Kanhai, raadsman van de verdachten, zei tegen journalisten dat het Openbaar Ministerie met de vervolging van deze zaak onder druk van de pers haar neus schendt. Hij verwachtte dat zijn cliënten worden vrijgesproken. De raadsvrouw van Pinas, Georgette Leter, gaf aan dat er rekening gehouden moet worden met het laatste woord van de rechter en dat er altijd kan worden afgeweken van de strafeis. Ze zeggen dat er een schadevergoeding is geëist van 28.000 SAD. Het belangrijkste is volgens de advocaat dat haar cliënt eerherstel krijgt. Rechter Duncan Nanhu verdaagde de zaak naar 12 juli.